In deze video hebben wij het over het Huiverwoud. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! Ja, en we zitten vandaag niet in de studio, Meerte. Nee, het is heel gek even. Want waar zijn we? We zijn in het Huiverwoud. Achter ons is Dans Macabre. Het is op het moment van opname 31 oktober. Ook Halloween. Wel Halloween genoemd. En Dans Macabre is vandaag open gegaan. Ja, we waren dus hier vanmorgen al super vroeg. En er waren echt mega lange rijen. We hebben mensen zien rennen. Moet wel eerlijk zeggen gelijk. Het ging er rustiger aan toe dan ik had verwacht. Nou, ik ben nog nooit eerder op zo'n openingsdag geweest. En ik dacht, mensen gaan vechten. Ja. Mensen gaan vallen. Gaan zo iedereen over elkaar heen zien kruipen. Ja, zo had ik het ook wel een beetje aan jou verkocht. Ik zei, mensen gaan over elkaar heen rollen hier. Maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. Het liep echt in goede banen vandaag. En iedereen was blij, want Dans Macabre ging open. En er stond rij tot aan de Aquanura vijver. Het bizar. Is ongelooflijk. Echt bizar. Ik denk dat ik nog nooit zo lang rij in de Efteling heb gezien. Ik ook niet. En is dat terecht? Nou, ik denk wel dat het terecht is. Ja, hè? Er opent wel iets groots vandaag. En wat we ook nog even moeten vermelden, we hebben al een extra video gemaakt over Dans Macabre. Ja, dus daar gaan we het vandaag lekker niet over hebben. Nee, dit is een video over Dans Macabre waarin we het niet over de attractie gaan hebben eigenlijk. Maar wel over het hele themagebied. Maar als je dus nog onze mening over de attractie wil weten, dan raden we je aan om die andere video even te kijken. Ja, en ik dacht dat het misschien leuk was als we het gingen hebben over onze eerste experience toen we hier binnenkwamen lopen. De eerste keer op de abonnementhouderspreview. Eerste keer Huiverwoud. Hoe voelde jij je? Nou, ik had voor het eerst het idee dat ik echt een themagebied binnenliep in de Efteling. Ja, hè? Dat het echt een compleet themagebied was. Het is helemaal af. Je hebt natuurlijk wel een beetje bij symbolica. Als je de hele Pardoespromenade meerekent, is het wel een themagebied. Vind maar niet dat tellen. Is toch, maar dat telt niet, vind niet tellen. En persoonlijk vind ik echt dat het Huiverwoud eigenlijk het eerste themagebied is in de Efteling. Eigenlijk zou er misschien nog attractie bij moeten voor een echt themagebied. Misschien een kleine inveel. Zo'n hampieding. Che Girofolix misschien. Ja. Je bent het echt aan het verkopen nu. Ja, ik wil zo'n ding in de Efteling. Ja, ik zet hem overal. En wat was dan jouw eerste indruk van het gebied? Nou, ik vond het gelijk wel echt vet. Het is wel echt, je komt echt in een wereld en het is allemaal een beetje spooky en creepy. Niet heel eng, maar je voelt wel dat er echt iets niet pluis is. En wat ik ook wel echt heel tof vond, we hebben het daar eigenlijk al een beetje over gehad in de andere video over Dans Macabre. Maar de medewerkers in dit gebied doen ook mee in het verhaal. Het is echt ongelooflijk. En zeker bij die abonnementhouderspreview hadden wij popcorn besteld. En die mensen deden echt alsof we dood gingen als we dat opaten. Ja, het is echt zo. En ik kan zeker in Europa geen ander park verzinnen wat zoiets heeft. Dat de medewerkers ook meedoen. Gewoon Tower of Terror, Disneyland Parijs. Ja, dat is in Europa. Okay. Maar doen ze dan in de shop ook leuk mee? Ligt eraan wie er is. Het is ook nog maar de vraag hoe lang ze het hier gaan volhouden daarmee. Maar ik vind het nu vet. Want nu staan ze bijvoorbeeld ook bij de ingang. En dan staan ze echt best wel eng te doen. Verder is er natuurlijk één ding waar je echt niet omheen kan in dit themagebied. Nee. En dat is het gebouw. De abdij zelf. Oh. Virginie loopt even langs hier. Hallo. Jongens, dit is echt... Hallo. Goeiedag. Hoe gaat het? Goed. Kom, ik ga even bij je. Zo. Dat was even leuk. We worden hier live overgenomen. Dit is ook wel leuk. Ja, wat is er niet goed? Dit is goed voor de... Dit is dokter Anus Magister in de ongeluksbestrijding Virginie Chagra van. Zo goed, hè? Ja, en u kunt eigenlijk alles van haar kopen en dan kan zij u beschermen. Dus als u ook ergens last van heeft, of als u bang bent, dan... Ja, alles. Hè? Hoezo niet alles? Alles wat in de winkels kun je kopen. Oeh, in de winkel, ja natuurlijk. Ja, zeker. Niet in ons huis. We hebben een uitgebreid assortiment, kruidenelixers. Zeker. Tegen hoogmoed. Wat doe je? Zit er iets tussen je tanden? Nee, ik zat te kijken. Ik heb zelf ooit een camera gemaakt. Misschien weet u dat. En dit is wel mooi. Het is veel kleiner. Heeft u dat zelf gemaakt ook? Ja. U bent wel een intelligent winkel. Ja, echt goed. Goed hoor. Hartstikke mooi. Oh, sorry mevrouw roept. Ik moet gaan. Sorry. Nou, goed. Mooi gemaakt. Kom yes. Bij u terug. Ik ben heel benieuwd hoe u zo technisch bent geworden. Goed. Waar waren we? We hadden het over het gebouw van Dans Macabre. Oh ja. Ah, ik vind het een beauty. En nu kunnen we eindelijk dichtbij komen. Dat is wel leuk. Ja, ik kan het oprecht niet vaak genoeg zeggen. Hoe bizar is het dat je dan zo'n hele bouw volgt en dat je dan eindelijk dichtbij mag komen? Ja, het is echt leuk. Dat is zo'n bijzonder gevoel. Het voelt ook nog helemaal nieuw en fris. Ja, echt fantastisch. Het is gewoon open voor iedereen nu. En wat dus echt mega leuk is, want we wisten vooraf al dat bijvoorbeeld in de wachtrij dat mensen in een rolstoel mee konden en al dat soort dingen. Maar in het themagebied is er ook gewoon rekening mee gehouden. Zo staat hier bijvoorbeeld een hele grote kast. Ja, en in die kast is natuurlijk van alles te zien. Maar er hangt dus ook braille bij. Ja, er hangen platen op met braille, zodat ook mensen die niet kunnen zien of niet goed kunnen zien, dat dan wel kunnen lezen. Ik vind dat leuk. Ik wist dat helemaal niet. Nee, we zijn daar vandaag toevallig achter gekomen. Ja. En naast die braille is er eigenlijk ook een soort kapot glas in die kast. En daar kunnen dan blinde en slechtziende mensen ook voelen. Ja, iedereen kan dat voelen. Jij kan dat ook voelen als je wil. Zit een muziekinstrument, kan je voelen. Ik vind het wel heel leuk dat echt iedereen lekker mee kan doen en iedereen een soort van
een themabeleving heeft hier. Ik denk echt dat het een van de meest inclusieve attracties in Nederland is. Vinden wij helemaal goud. Verder zijn er ook nog allemaal portretten in die kast. Wat we al een beetje hadden gezien bij de making-of. Maar wat we niet hadden gezien bij de making-of was dat de ontwerper Jeroen Verheij ook op de foto ging. Precies. En niet alleen Jeroen Verheij, ook andere Efteling-figuren. Bekende Efteling-medewerkers. Ja, die staan daar ook afgebeeld. Ja, en de bedoeling is dat het eigenlijk lijkt op een soort van affiche. Maar eigenlijk is het een scherm. Het deed mij een beetje denken aan de Forbidden Journey die wachtrij. Ja, het zijn een soort Harry Potter krantenartikelen. Precies. Nee, ik vind het leuk gedaan. Af en toe beweegt het. Je moet wel lang blijven kijken, wil je het zien bewegen. Ja, wij hebben echt de volle 5 minuten gekeken. En toen hebben we het zeker 1 keer zien bewegen. Ja, en verder zie je ook nog daar een viool en muziek van de Dans Macabre. Dat past er helemaal bij. Ja, het was raar geweest als ze hier Carnaval Festival muziek hadden neergezet. Ik zeg je nu eerlijk, we zitten hier. Ik kan wel Max en Moritz horen. Dus hadden ze ook daar kunnen leggen. Ja, had ook gekund. Gaan we door naar misschien wel het hoogtepunt van dit hele gebied. Thema snacks. De snacks. Er zijn nieuwe snackies die je kan proeven in de Efteling. Zo hebben ze bijvoorbeeld de suikerspin. Ja, maar niet zomaar suikerspin. Een suikerspin met een snoepspin erin. Een echte suikerspin. En ze hebben dus ook met souvenir. Kijk. Het lijkt dus een beetje op een toverstaf, maar het is eigenlijk een dirigentenstokje. Ja. Of is daar een woord voor, dirigentenstokje? Een baton? Volgens mij baton. Weet ik eigenlijk niet. Het is een soort Tokyo Disney. Je hebt gewoon gelijk een souvenirplate soort van mee. Ja, je koopt gewoon eigenlijk gelijk een souvenir bij je suikerspin. Ja. Helemaal top. Ja, en ik meen het jongens. Ik ben echt heel enthousiast dat er eindelijk echt goede themasnacks in de Efteling zijn. Ja, maar je skipt de helft, want er is ook nog popcorn. Ja, daar gaan we nu naartoe. Niet zomaar popcorn. Gekleurde popcorn. Ik hou van kleurstof. Ik vind het superleuk. Ja, eigenlijk hoe chemischer, hoe lekkerder jij het vindt. Ik zeg je eerlijk, die gekleurde popcorn is zoet. Ik hou echt totaal niet van zoete popcorn. Maar deze heb ik zitten eten omdat het gekleurd was. Alles wat blauw, chemisch en groen is, daar houdt meer te van. En deze was groen en oranje en zwart. Nou, dat moest ik eten. Ja, wat ik heel erg leuk vond, tijdens die abonnementhouderspreview zaten wij hier popcorn te eten. Toen kwam Virginie langs en die sprak ons even aan en die zei: zitten jullie nou serieus die bedorven popcorn te eten? En ik weet niet, dat maakte het zo af hier. Ja. Dan zit je echt in een themagebied. Als je in een themagebied zit met een themasnack en dan komt er een character langs die een opmerking maakt over wat je hier aan het doen bent, dan is het cirkeltje rond. Dat is wat je wil, hè? Dat willen wij in ons leven. Dat is de dream. Op zaterdag willen we dat gewoon. Precies. Elke zaterdag hoeven we niet. Wij gaan vanaf nu elke zaterdag hier zitten. Deze tafel. Deze met popcorn van Virginie. Want er is ook nog een soort van secret popcorn. Oeh, secret popcorn. Virginie's geheime recept. Die kan je hier dus ook bestellen. En daar doen de medewerkers dus een beetje geheimzinnig over welke smaak dat nou is. Ja, ze doen er heel vaag over. Ze zeggen ja, het is een beetje hartig. Maar ze willen niet zeggen wat het is. Wij hebben het geproefd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het een beetje hamkaasachtig is. Alsof je tosti popcorn eet. En ik weet dat dat nu misschien dan niet zo heel lekker klinkt. Maar het is echt lekker. Maar ik zou het niet een heel bakje van op kunnen, denk ik. Nee, dat is waar. Misschien moeten ze hem iets milder maken. Maar misschien kunnen ze wel rouleren. Met smaken? Ja. Omdat je per seizoen ook een andere smaak hebt. Ja, het is hier toch haar geheime recept, joh. Ja, jongens, wij komen net uit Tokyo Disney. Daar heb je 1000 miljoen popcorns maken. Dus voor ons kan het ook weer niet te gek. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, tot zover de snacks. We zijn trouwens nog 1 ding vergeten. Je kan de popcorn ook in een echte Dans Macabre bucket kopen. Ja, vind ik een beetje plastic verspilling. Daar ben je niet zo enthousiast nee over. Jongen, ik moet hier mijn koffie drinken uit een of andere debiele papieren beker die uit elkaar valt. En dan gaan ze zulke bekers. Dan denk ik, doe die dan ook weg. Ja. Kan je hergebruiken? Wie gaat dat hergebruiken? Dat is waar. Dat ik is ben waar niet fan van die bucket. Uiteindelijk gaan die plastic buckets ook gewoon de vuilnisbak in. Ja, dat denk ik ook. Maar dat vind je dan weer niet van zo'n dirigentstokje. Nee, want die ga ik thuis gebruiken om te dirigeren. Nou jongens, je hoort het. Help mij. God, ik zie jou ook al helemaal door de woonkamer lopen. Emiel, jij gaat nu dit voor mij doen. Dat doet een dirigent niet. Dan moet je alleen zingen of dansen of zo. Oh, je wilt dat ik een dansje voor je ga doen? Of zing. Zullen we dit buiten de uitzending bespreken? Ja. Ik ben het hier niet helemaal mee eens namelijk. Verder kun je naast snacks natuurlijk ook nog echte Dans Macabre merchandise kopen. En echt in een chique shop. Ja, als je Dans Macabre verlaat, het is eigenlijk een exit through the shop. Nu even niet, omdat het openingsdag is, denk ik. Maar uiteindelijk hopelijk wel. Ik denk dat in de toekomst dat je gewoon rechtstreeks die shop ingaat naar de uitgang. En wij waren echt onder de indruk, hè, van die winkel. Ik ben heel erg te spreken over die shop. Het is echt een hele grote winkel. En hij zit echt vol met Dans Macabre merch. Allemaal thema merch. Ja, en vooral daar ben ik dus heel positief over. Het is echt de Dans Macabre shop. Ja. En niet de Dans Macabre shop waar ze ook Pardoes en Jokie en Jet en weet ik veel wie allemaal verkopen. Er ligt geen twinkeltoorts in die winkel. Precies. Gewoon echt alleen maar Dans Macabre spullen. Of gewoon spooky spullen. Spookpoes. De decoratie in de winkel ook echt fantastisch. Ja, zo leuk gedaan. En een hele mooie referentie naar het spookslot ook, hè? Dat is waar. De arm hangt er. De arm kandelaar ding is een soort tafel nu. Met spookpoesen erop. Natuurlijk heb je hier ook nog Esmeralda staan. En de charlatans doen nu hun shows hier. Ja, ze hebben nu ook echt een soort eigen podiumtje gekregen hier. Echt een vast showplekje. Ja, het is inderdaad niet echt een podium. Het is echt een vaste showplek waar Esmeralda volgens mij ook echt de hele dag staat. Ja, ja, ja. Esmeralda is thuis. En dan is er nog 1 ding wat we echt niet kunnen vergeten. Hollebolle Gijs. Er is een gloedje nieuwe Gijs. Ja, en toen de eerste bouwfoto's daarvan uitlekte, toen was jij daar niet zo over te spreken. Ja, omdat het weer zo'n grafsteen is. Maar nu heb je het in het echt gezien. Wat vind je er nu van? Ik vind hem nu leuk, maar vooral omdat hij gewoon zo nieuw is. Hij glimt helemaal nog. Nee, ik vind hem op zich ook wel gewoon prima. Het is niet mijn favoriete Gijs instant. Maar ik vind het wel leuk dat er nog steeds Hollebolle Gijzen toegevoegd worden aan de Hollebolle Gijzen familie. Ik vind het ook leuk en hij was zo nieuw. Hij was nog helemaal niet verstopt. Mijn papiertje vloog er doorheen. Natuurlijk heb ik al een papiertje ingegooid. Ja, je hele hand ging gewoon bijna mee dat ding in. Zo hard zoog dat ding. Ja. Niet normaal. Hij was echt fresh. Nog vol
energie. Zo'n horloge kwijt. Hoe are you? En verder viel ons ook op dat het daar echt best een chill hoekje is. Je kan daar echt even lekker rustig zitten. Ja, nu niet omdat het net geopend is, maar ik denk uiteindelijk dat je daar best wel kan chillen. Maar ik denk dat je uiteindelijk in het hele themagebied wel lekker kan chillen. Ja, want ook aan de andere kant in het gebied hebben ze echt een soort van chill area gemaakt. Ja, en het is gewoon niet zo luid hier, niet zo schreeuwerig. Ik denk als straks helemaal even de plantjes nog iets meer gaan groeien en het iets rustiger is, dat het misschien wel mijn lievelingsplekje wordt of een van mijn lievelingsplekjes in de Efteling om gewoon rustig even te zitten. Dit zijn hele grote woorden. Ja, ik denk het echt. Lievelingsplekje in de Efteling? Nee, één van mijn lievelingsplekjes. Ah, oké. Okay. Ja, al met al eigenlijk een fantastisch themagebied. Ja, ik ben echt enthousiast hoor. Natuurlijk bestaan er in de wereld grotere themagebieden, maar ik vind dat de Efteling echt een mooie stap in de goede richting heeft gezet met dit themagebied. En we kunnen er vanaf nu elke dag naartoe. Gaan we dat doen? Elke dag? Nee, niet elke dag. Als het zou kunnen, zou ik wel willen. Als het zou kunnen wel. Ik heb eigenlijk nog een vraag aan jou. We zitten nu in dit themagebied. We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze video. Ja. Zullen wij zo meteen gewoon een rondje gaan maken in Dans Macabre? Ja, we gaan dansen. We gaan dansen. Ik heb mijn disco sok aan. Laat in de reacties weten wanneer jij van plan bent het Huiverwoud te gaan bezoeken. En welke popcornsmaak jou het lekkers lijkt. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!